Ik weet niet of jullie me horen, want het waait heel hard. Ja. Goedemorgen, het is donderdag. Sarah is heel lief aan het spelen, dat horen jullie. We gaan zo naar opa en ik heb heel veel spullen die moeten mee naar opa. Sarah heeft hier allemaal Duplo en speelt ze hier nooit mee. En bij mijn opa heeft ze ook wel Duplo, daar speelt ze daar altijd mee. Dus toen dacht ik, misschien is het een goed idee om alle Duplo gewoon daar te zetten. Dan wordt er in ieder geval mee gespeeld. En ik moet de zolder natuurlijk leeg hebben. Voor als we de slaapkamer gaan klussen, dan kan alles naar de zolder. Dus ik ga dat even verzamelen. Ik spaar ook alle bewaardingen van Sarah, ook bij opa in de kelder op. Dus dat moet ook mee. En we doen altijd, als we een portie eten over hebben, doen we het voor opa invriezen. Want opa kan niet goed meer koken. Dus dat moet ook allemaal mee. Dus ik ga even alles verzamelen. En dan staat het klaar als we zo weggaan. Hier alles verzameld. Dit is 2 tassen, zit helemaal vol Duplo. Dit zijn de kisten voor de bewaardingen. En dit is de diepvriestas, maar die is nog leeg, want dat doe ik zo op het laatste moment. En ze is zo lief aan het spelen. Oh, je moet trouwens even laten zien. Ga staan, mop. Het is heel leuk, dit jurkje. Dit is een jurkje. Van mama. Ja, die was van mij. Ik kan niet verder naar achter. Je moet even daar gaan staan, want dan kan ik je beter laten zien. Ja. Kijk hoe leuk. Dit had ik dus vroeger aan. Draait je een rondje rustig? Wauw. Ik vind het zo schattig om jou daar dan in te zien. Hij is iets groot. Maar dat komt vanzelf goed. Nou, dadelijk wordt het winter. Ik vind het echt wel heel schattig zo. Dadelijk ziet iedereen me. En dan nog wat ik vandaag aan heb. Ik heb deze top aan van OVS, geloof ik. Ik weet niet eens hoe je het uitspreekt. Deze super high-waist skinny jeans van Levi's en mijn collectie pumps. En dit jasje van Goosecraft met de franjes. Oh, en volgens mij word ik... Ja, ik word geappt. We gaan met mijn moeder en die is er elk moment. Dus we gaan naar de auto en we alles misjouwen. Ga je het gelijk opruimen bij opa? Ja. Wat goed van jou. Je kan allemaal op de onderste plank. Daar is genoeg ruimte voor. Heel goed. Ik denk wel dat je dingen naar achter moet schuiven. Ja, aan de zijkant. Ik kom je wel helpen. Lunchtijd. Oké, meisje. Ja, gaan we lekker eten? Ja. Ik heb ook dit keer eens... Ja, krentenbolletjes. Krentenbolletjes. Ja. Ik zag ze al lekker. En aardbeidjes. Ja. Waar is? Wat? Shimmer. En ben jij Shine? Ja. Ben ik Shimmer? Maar opa heeft geen idee wat Shimmer en Shine is. En ben jij Shine? Ja. Okay. Shimmer en Shine. Nee, maar je hebt geen vliegen nodig, je hebt een S. Ik weet niet of jullie me horen, want het waait heel hard. Ja. We hebben net gegeten. We gaan nu even voren. Ja, we hadden nog wat brood over, dus we lopen nu even een parkje. Om te kijken of we nog eentjes kunnen vinden, kunnen we even dat brood voeren. En dan kan zeggen, daarna dadelijk lekker naar de bedje gaan. We hebben vanochtend samen gedoucht. Oh, dit is echt leuk, kijk. Hier is een stukje ertussendoor. Sarah is niet daar. Ja, zie ik jou nou? Ja. Zwaaien. 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 Ja. Nou, ik loop dit randje door en dan hoop ik echt dat we zo eentjes vinden. En niet dat we weer anderhalf uur aan het rondlopen zijn voordat we er eentje zien. Nou, ik heb het gevoel dat we niet heel veel geluk gaan hebben. Jawel. Hebben we eindelijk een paar waterkipjes gevonden. Maar nu echt dit brood... is dus zo hard geworden dat we het er bijna niet af hebben. Mag ik ook een keer? Ja, tuurlijk, schat. Hier. Zal ik de camera even je pakken dan? Je wilde graag filmen. Maar hier. Ze maken er helemaal ruzie om, kijk. Hij denkt, hé, dat brood. Hier, nog één. Oh. En ze zwemmen weg met het brood, terwijl hier veel meer is, domme beestjes. Hé, hey, daar komt een eend. Kijk. Die heeft het gehoord. Doe maar eraf trekken. Voor mij hoor ik daar nog meer eentjes. Lukt het?
Doe de camera wel even weg, kan ik je helpen? Een beetje. Kijk. We hebben een eend gevonden. Is het echt de allerbangste eend ooit? Want kijk, daar komt hij aangezwommen. Maar als je gooit... Hey, kijk naar de visjes gaan ermee aan de slag. Zie je het? Ja, ik zag hem net. Dan zwemt hij elke keer weg. Dus die eend heeft echt gewoon nog geen stuk brood. En nu zie ik de visjes ermee aan de haal gaan. Nou, deze twee eenden zijn gelukkig iets minder bang en die durven het te eten. Die andere ging pas echt eten toen we weg gingen lopen. Gooi maar. We hebben nog de helft van het brood, want het is echt veel. We hebben ze gevonden. En dezelfde als vorige keer, want ik herken het aan die zwart-witte. Nou, geef ze lekker brood. Kijk, er komen er steeds meer. En die meneer heeft ook brood, dus nou, ze hebben een feest hier. Feestmaal. Misschien zijn ze wel jarig. Ja, wie weet. Deze eend is zo fanatiek. Kijk of ik het kan filmen. Oh, nou doet hij het niet. Komt-ie. Die ene elke keer. Als ik dan gooi. Kijk, komt-ie. 1, 2. Nee, hij wil het niet. Net vloog hij elke keer het water uit om ze uit de lucht te vangen. Gooi je. Oh, ja. Nou, ze hebben wel heel veel honger. En ze maken heel erg ruzie erom. Zo stom. Elke keer als ik die camera uitzet, dan springt die eend helemaal uit het water en vliegt omhoog. En zodra ik stop met filmen, of nee, zodra ik ga filmen, dan doet hij helemaal niks. En we hebben nog steeds moeite met het brood breken. Het is zo hard geworden. Nou, lukt het? Nou, mijn nageltjes zijn wel een beetje door. Nou, echt dit stukje nog, maar het is echt... Kijk, ik krijg niet eens mijn vinger erin. En we zien ook Kaylee de poes weer. Hi! Gisteren had ik heel erg trek in thee met koekjes. Dus vandaag heb ik ervoor gezorgd dat ik koekjes heb. Dat heb ik volgens mij niet vastgelegd verder. Maar ik heb de allerlekkerste koekjes ooit gehad. In ieder geval, ik vind deze echt zo verschrikkelijk lekker. Deze. Oh, die zijn zo lekker. En nu ga ik lekker slapen. Bedankt voor het kijken en tot morgen.